Ja, ik strijk iedereen tegen haar nu, joh. Soms dan. De korte termijn, dat moet weg. Die ad hoc ding, dat geschreeuw elke keer op één en bij Jinek. Het zijn allemaal van die ad hoc dingen. En denk je, joh, waar gaat dat in godsnaam over? Ik heb altijd gestemd. Je moet altijd stemmen op een gegeven moment. Maar er is nog niemand die mij echt overtuigt van iets of zo. In Nederland hebben we het niet slecht. Als ik naar het buitenland kijk, hebben we in Nederland op zich niet slecht. Je hebt je eten, je hebt je drinken, je hebt je onderdak enzovoort. Maar er wordt overal aan geplukt. Het wordt steeds minder. Maar men verwacht wel in de politiek, voor de politieke leiders verwachten wel, dat je met veel minder hetzelfde gaat doen of zelfs meer. En dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Zo simpel is het. Als ik kijk naar de zorg en naar het onderwijs, noem maar op. Dan wordt er geld uitgegeven en gaat naar onderwijs en naar de zorg. Maar waar komt het terecht? Dat is de tussenlaag. Dat is niet diegene die op de werkvloer zit. Dat is gewoon de tussenlaag gewoon. Daar gaat het heen. Vertrouwen in de politiek is sowieso weg. Die is echt weg. Bij een hele grote groep mensen. En dat is de grijze massa hoor, die hoor je niet. Ik vind het eerlijk dat iedereen naar verhouding een goede boterham kan verdienen. Die gewoon een normale huishouding heeft. Iedereen vraagt niet zoveel. Je vraagt gewoon een huis, boompje, beestje. Ik zeg het heel lullig, maar daar komt het wel op neer. Ik vind het triest in deze wereld dat er nog weet ik veel hoeveel voedselbanken zijn. Dat is toch triest? Het is al gewoon gemeengoed geworden. Ik bedoel, er wordt verder helemaal niet bij nagedacht of zo. Die waren er vroeger niet hoor. Iedereen werd geholpen gewoon op een normale, fatsoenlijke manier. Maar dat is, nou ja, voedselbank, ga maar heen. Er hoeft bij de PvdA, als die met Rutte 2 een keer gezegd had, bijvoorbeeld met een pensioen of wat dan ook, dit gaat niet door, ik kap ermee, we stoppen ermee, was het de grootste partij geworden van Nederland. Ik vind Henk Nijboer vind een geweldige kerel. Dat meen ik echt. Dus maakt die lijsttrekker, die heeft zo verschrikkelijk veel kennis. Er is voor 60, 70 miljard uit de grond gehaald hier, of misschien nog van veel meer. We hebben daar nog geen procent van teruggekregen. Gestopt moet worden met die aardgastoestanden. Dat gaat ook langzamerhand naar beneden, maar die aardbeving blijft wel. En ga in godsnaam gewoon die mensen helpen, joh. En dan kost het 2, 3 miljard of 5 miljard of 10, weet ik veel wat nog meer. Er is hier genoeg uitgehaald. Ik zou toch een klein beetje teruggaan naar de roots van jaren terug. Neem wat afstand van wat er nu een beetje allemaal gebeurt. En kijk naar de grote dingen wat er gebeurt. En zorg dat je met de mensen in gesprek weer raakt. En niet vertel, jouw mening is niet zo belangrijk. Maar luisteren is heel erg belangrijk. Ik heb dat vroeger in mijn werk ook altijd. Luisteren jongen, daar haal je zoveel uit. Daar kun je zoveel mee doen. Ik moet er ook geen drama van maken. Hè. Ik bedoel, leven is nog veel zo leuk hoor. zo is het ook niet.